Dus toen zijn we met z'n vieren, nee met z'n zessen waren we, zijn we lekker uit eten gegaan. Het was lekker. Het was gezellig. Ja, het was hartstikke gezellig. En je kon nog parkeren daar? Het was ja hoor, makkelijk, nee. Opgebroken en alles? Nee, het was heel lekker. Wat had je dan? Ja, als voorgerecht hadden we iets groens. Heel klein, een torentje op je bord. Ken je dat? Nee. Heel klein happie eigenlijk. Zo één hapshappie. Ja, dat was lekker. En waar was het van gemaakt dan? Geen idee. Van groenten? Groenten. Was het een beetje groente, een beetje, hoe heet het nou, sla? Nee. IJsbergsla? Nee, dat weet ik wel. Dat zijn van die gekrolde bladen, hè? Ja? Nee, het was puree-achtig, zeg maar. Ja? Klein dingetje, zo. Oh? Ja, dat was lekker. Oh, van bonen? Bonen? Ja, dat doen ze wel eens. Gepureerde bonen. Oh ja? Ja. Voorgerecht van bonen? Ja, dat leggen ze op z'n... Ja, een soort van bonenpuree. Nee. Was het zout of zoet? Zoetig. Zoet? Zoet. Was het vis? Nee, het smaakte niet vissig, nee. Oh? Nee, één happy en lekker. Wel lekker. Maar je weet niet wat het was? Nee, geen idee. Je had het nog nooit op? Nooit. Ja, dan weet ik het ook niet. Maar het was gezellig. Oh, kijk nou, kleine konijnen. Was het konijn? Nee, zeker niet. Nee. En wat stond er op de kaart dan? Ja, dat kon je niet lezen. Er waren allemaal van die rare tekentjes. Dus geen idee. Dat was lekker. Was nou, we zullen het nooit weten, hè? Nee. En qua hoofdgerecht, was dat wel lekker? Ja, dan weet ik ook niet wat dat was. Want er kwam de ober aan tafel. Die kwam staan te bakken met van die hoge vlammen. Oh, dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo feestelijk. Oh ja, vind jij dat leuk? Ja. Zo'n kar. Zo'n kar binnenrijden met vuur erin en dat is met een taart als het licht uit. Nee, daar hou ik niet van. Nee, joh. Geflambeerd. Zoveel bekijkt, joh. Om de hele zaak zitten kijken. Hou ik niet van. Zo'n feestie. Nee, vind ik niet. Hey, moet je visie? Nee. Lekker bekkie? Nee, we hebben vanavond al kibbeling. Oh. Nou, ik heb wel trek. Ja, was gezellig. Ja. Was hartstikke leuk. Nou, leuk. Ja. Ja? Ja? Dat is jammer. Ik slik net mijn laatste bonnetje door. Dat doe ik altijd om ongewenste intimiteiten te voorkomen. Eet ik de bonnetjes op. Ook als ik uit eten ga. Ik heb in een restaurant de rekening betaald. Onmiddellijk doorslikken. Dan krijg je er geen haan naar. Dus sorry, ik kan nu... Sorry. Ik kan u niet helpen, maar succes met uw reportage. Generaties zijn ermee grootgebracht, met de mini-avonturen van Jip en Janneke. Volgende week vindt de première plaats van de toneelversie van Annie M. G. Smit's onvergankelijke duo. De repetities zijn in volle gang. Ik schenk en. Oh, en... Wat mag ik doen? Niets. Jij bent op visite. Jij moet gezellig thee drinken. Jij moet zeggen... Wat een mooi weer, mevrouw. Maar het is geen mooi weer. Nou, dan zeg je... Het regent, mevrouw. Maar het regent niet. Mag ik ook een koekje? Nee. Als jij op visite bent, mag je nooit vragen om een koekje. Oh, ik mag ook niks. Sorry hoor. Is het goed? Ja, nee, maar wat doe je nou? Ik mag ook niks. Ja, dat is wel goed. Niet vragen om een koekje, ik mag ook niks. Ja, maar dat moet toch veel feller? Hier al? Ja, ik bedoel, eerst is het gewoon thee drinken, Jip en Janneke. En dan opeens komt de ware aard tevoorschijn. Ja? De ware aard van Jip. Ja, dus? Heel fel van, ik mag ook niks! Niet doen. Wat? Wat is nou de ware Jip? Volgens mij is Jip een enorme tuthola. Ja, lieve schat. Begin ik toch niet ineens? Ja, maar dit zijn de teksten van Annie. Ja, oké. Dan heb je het wel heel verkeerd begrepen.
Wat hebben we hier nou 4 weken zitten doen, Emily? Nee, niet doen, Marianne. Niet doen, niet doen. Domme zeg, kom niet op. Doen. Ja, nou, mag ik wat drinken trouwens? Ik heb een enorme droge bek. De ware Jip, dat is een nationaal symbool. Groter dan Kees de Jonge. Oh. Ik speel liever Hamlet dan Jip. Sorry. Ja, nee, goed, oké. Okay. Ga je frustraties op Janneke bot vieren van mijn part? Weet ik veel, maar ik pas hiervoor. Sorry hoor. Marianne, niet doen. Ik ben even weg. Niet doen nou! Niet doen! Erbij blijven! Ik zag natuurlijk in eerste instantie keek ik enorm op tegen Govert. Govert. Ja, een grote Elbie-rollen gedaan. Nou, toneelgroep Aspect. Die tijd, ik zat nog op de toneelschool. Dus dat was een fenomeen was het voor mij. Ja, echt, echt. En, maar ook duidelijk een totaal andere generatie. Maar dat is nou juist zo goed. Hm? Dat feit dat hij gewoon in een andere traditie nog zit. Ik bedoel, Annie gaat natuurlijk door alle generaties heen. Ik heb in die 35 jaar als acteur natuurlijk hele mooie rollen mogen spelen. Maar dit is wel heel speciaal. Het is de verantwoordelijkheid die je voelt tegenover Annie. Maar ook tegenover de mensen in de zaal. Want die kennen die teksten woordelijk uit het hoofd. En die teksten zijn zo schoon, zoals wij dat noemen, zo uitgebeend. Ja, het is gewoon een feest om te mogen spelen. Hij weet wel wat hij doet. Ik leer echt iedere dag zoveel van die man. Echt ongelooflijk. Echt, hij komt op en dan, nou, zelfs als hij zijn kostuum nog niet aan heeft. Het is echt ongelooflijk. Hij komt op en hij staat er. Jip, je kan niet iets anders denken. En dan is het toch. Want hoe oud is hij? Het is gewoon een jongetje. Geweldig, echt. Heel erg goed, ja. Ik denk dat ik 35 jaar geleden Jip niet had kunnen doen. Je moet toegroeien naar Jip. En daarom ben ik ook zo blij met de Janneke van Marianne. Want ja, Janneke brengt een ongelooflijke warmte met zich mee. Als Janneke opkomt, dan staat daar een wijf. Ik vind het, het is ontzettend leuk om te doen. Het is geweldig. Ja. Ja, nou ja. Even gewoon doen wat Annie heeft opgeschreven. Ja, hè? Probeer het toch maar. Ja. Okay. Gewoon doen wat Annie schrijft. Kom maar eruit. Je hoeft niet zoveel aan Annie te doen. Annie spreekt helemaal voor zichzelf. Doe maar. Probeer nou. Stoppen vandaag? Nee. Doen. Oké. Okay. Nou, kom op. Als je op visite bent, mag je niet vragen om... Doe maar. Ja, doe maar. Als je op... Ja. Sorry. Als je op visite bent, mag je nooit vragen om koekje. Ik mag ook niks. En ik mag niet eens thee drinken, daar hou ik... Nee, wacht even. Ik lust geen thee. Oh ja. En ik lust... Ik mag ook niks. En ik lust geen eens thee. Ik ga weg. Ik ben er zo geblokkeerd. Oké. Ik heb nu het gevoel... Oh, mijn koekjes. Ja, ik begrijp het, maar ik heb nu het gevoel dat hele zwaartepunt in die scène ligt bij dat geen koekjes. Ja. En ik voel gewoon een enorme blokkade. Zijn wat ingezonden stukken geweest die ons verwijten dat wij blank zijn. Gezien de illustraties van Fiep Westendorp zouden Jip en Janneke gespeeld moeten worden door zwarte acteurs. Ja. Zit misschien wel wat in. Ja, nou ja, daarom hebben wij ook 10 extra voorstellingen in kunnen lassen. Ja. Voor uitsluitend een zwart publiek. Ja, en dat is gratis. Dan krijg je dus iets heel bijzonders. Alleen maar zwarten in de zaal die kijken naar twee blanke acteurs. Ja, dat is heel progressief. Ja. Helemaal in de geest van Annie. Ja, die was in haar tijd ook ontzettend taboe doorbrekend, ja, zeg maar. Ja, dat is helemaal niet. Ik zat heel laag, zat je. Op de grond? Ja, dus ik had wel pijn in mijn benen. Ja, kon je nog lopen? Godvergeten, pijn in mijn benen, joh. Maar gezellig.
Vandaar dat je nog steeds zo raar loopt. Hoezo loop ik raar? Nou, ik vind dat je raar loopt. Loop ik raar? Ja, dat zag ik al vanochtend bij het omrijden. Hoezo? Hoe loop ik raar dan? Nou, je loopt gewoon heel anders. Hoe dan? Nou, loop eens een stukje dan. Dat is toch gewoon? Je trekt gewoon met je been. Trek ik met je been? Met je rechterbeen. Ja, dat is omdat jij zegt, loop eens een stukje. Dan ga je anders nee, lopen. Normaal loop je zo. Kijk, ja. Zo. Loop je gewoon een beetje zo. Ja. Zo, ja. Hè? Ja. Maar nu loop je een beetje zo. Nou, kijk dan. Ik loop toch heel gewoon zo. Ik heb niks aan mijn been. Zo. Nou ja, dan zal het wel niet... Nee, het is... Nou, nu is het weer gewoon. Oh, nou is het weer gewoon. Ja, nee, ik dacht even dat je met je been trekt. Nee hoor, ik loop heel gewoon. Nee, is goed. Weer gewoon? Ja, ik loop. Loop ik weer gewoon? Ja, het was zeker gezichtsbedrog of okay. Zo. Nee, ik bedoel, loop jij eens een stukje? Nou, ik loop. Ja. Ja, daar heb je het, zie je. Dan ga je meteen anders meestal lopen. Gek is dat, hè? Zo, ja. Gewoon zo een beetje zo. Ja. Nou ja, zo loop ik natuurlijk niet echt. Ik loop gewoon zo. Ja, zie je wel. Ja. Maar gek, hè? Als je erop gaat letten, dan loop je ineens loop heel anders. Gek. Wat gaan we doen? Zo. Dat is een joekel, hè? Zo. Oh, die moet hier later. Ah, dat is goed zo. Ja. Het Rotterdams Filmfestival trok dit jaar meer bezoekers dan ooit. Weinig aandacht kreeg helaas het subfestival van de Ultrashort Digitaal Movie. Daar werden 2100 Ultrashort Digimovies vertoond van makers uit de gehele wereld. Onze landgenote Agnes van Rombout won de Ultrashort Publieks Award. Nou, ik zie deze award als enorme erkenning voor mijn werk. Ik vind het sowieso digitaal is het medium van de 21ste eeuw. Wie nu nog op celluloid bezig is, mist echt op een enorme manier de boot, zeg maar. Maar u bent wel op celluloid begonnen? Ja, ik ben in 1973 van de filmacademie gekomen. En ik heb zeg maar tussen toen en 1994, dus ga maar na, zeggen, schrijven en film kunnen maken. Ja, dat was voor pindakaas, van café pindakaas. En dat is dus, ben ik nu digitaal gegaan met deze camera. Nou, dat is mijn vrijheid, zeg maar. Ik hoef geen synopsis te schrijven, geen geouwehoer met filmfondsen en geslijm, weet je wel. Dus dat is mijn vrijheid. U hebt uw award gewonnen met de digitale movie Safe and Solid. Ja. Waar gaat die film over? Ja, dat is een goede vraag. Maar het is eigenlijk wat de titel al zegt. Ik wil dat als je naar mijn digitaal kijkt, dat je een gevoel van... een ultra-short gevoel van absolute veiligheid beleeft. Dus als je kijkt naar die film, dat je weet, shit, ik ben dus veilig.
Ja. Nou, ik ski niet. Sorry. Nee. Niet in Oostenrijk, niet in Zwitserland en ook niet in Frankrijk. Want ik vind dat skiën niet kan. Dat is een volkomen foute, agressieve sport. Als er skiers aankomen, dan moet je altijd maken dat je wegkomt. Want dan zijn ze bezig met een afdaling. En dat is heilig. Als ze op skivakantie gaan, dan hebben ze van die doodskisten op hun auto's gemonteerd. Spreekt boekdelen. En als ze er niet op staan, maar ze dragen die latten op hun schouder, dan steken die zo ver uit. Ze zoeken nou toch Mladic, de oorlogsmisdadiger. Waar ze hem kunnen oppakken, zijn tv-beelden van hem getoond bij een afdaling op skis. En als skiers een been breken, dan worden ze op kosten van de ANWB teruggevlogen. En daarom heb ik mijn ANWB-lidmaatschap opgezegd. Daar betaal ik niet aan mee. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld zo'n woord als zingeving. Hè? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Bedoelt u dat als filosofisch of als ethisch begrip? Ja, nou ja, je hoort steeds vaker, je leest het ook, hè, iedere dag. Ja. Zingeving, dat woord. Wat is jouw persoonlijke zin? Wat is de zin van zingeving? Ja. In de zin van dat steeds meer mensen op zoek gaan naar de zin van alles. Ja. Nou, in die zin zou ik het begrip religieus willen duiden. Want religie is op zoek gaan naar een werkelijkheid buiten de bestaande. Dan vraagt u ook naar mijn persoonlijke beleving van zo'n gevoel als de zin zoeken naar zingeving. Wel, u stelt mij de vraag. Ik geef antwoord. Daarmee zijn wij in gesprek. Dus praten, ja, is een vorm van zingeving. Ja. In die zin. Pijn? Ja, dat kan. Dat kan een gevoel van pijn geven. Dat vragen naar de zingeving. Vooral als er geen antwoord komt. Hè? Want vraag je naar de zin van niet alles, dan volgt er een stilte. En die kan pijnlijk zijn, de pijnlijke stilte. Kijk nou eens naar zo'n boom daar die daar staat. Hè? Of naar zo'n plukje gras. Ja, wat is de zin van dit alles? Ik zou het niet weten. En dat is vaak pijnlijk. Ja, dat is heel erg pijnlijk om dat te ervaren. Dat er geen antwoord is. En voor mij behoort dat tot de essentie van het mens zijn. Dat vragen naar de zin van de zingeving. God. Ja, dat is mij iets te gemakkelijk. Dat is iets te veel van het oude denken. Hè? Ja. Nou ja, deponeer die zingeving maar op het bordje van God. Van hier, God, geef er maar eens even zin aan. Ja. Hè? Daar komen we in de 21ste eeuw niet meer mee weg. Nee, wij moeten zoeken naar nieuwe vormen van zingeving. Drinken. Nu. Oh, een kopje koffie. Nou, heel graag. Warme chocolademelk. Eten. Een appelpunt erbij? Heel graag. Nou, heel graag. Ja, nu. Ja. Want ik denk dat... Thank you.
kom daar bij mevrouw van Maat vandaan. Wat denk je, staat ik voor een lege deur? Dood. Ik lach erom. Maar het is toch erg in mijn hart huilen hoor. Want de buurvrouw, ze is dood. Vrijdag begraven, dinsdag doodgevonden. Vrijdag lag ze er al onder. Het is toch erg. Het is een schat van de mens. Echt waar, was dat geen kwaad bij. En je gaat er toch aan hechten, aan die oudjes. Ik was er vorige week nog. Maandag was een springleef. Ik heb ze zelf nog in het bad laten vallen. Per ongeluk natuurlijk. Ik lach erom, maar ergens. Mijn hart huilt hoor, echt waar hoor. Ze lag zo in dat bad, zonder water gelukkig. Want anders was de hele badkamer ook nog helemaal mooi nog gaan staan dweilen. Ook, maar ik lag er in dat bad. En ik zeg, mevrouw, wat gaat ik binnen even afzuigen, hé? Want ik kan niet aanwassen en zuigen tegelijk. En toen moest ik weg natuurlijk. Want ik heb last van enorme werkdruk. En hoe ze of dat ze uit dat bad is gekomen. Joost zou het zeggen, hé? Ik weet het echt niet. Ik moet ook nog pillen nemen van de dokter, want ik heb zo'n last van werk. En hij zegt altijd, dokter Vogelaar, die kijkt toch wel? Die zegt altijd, Kobi, kijk nou maar uit dat je zelf niet in de zorg terechtkomt. Dan zeg ik, dokter Vogelaar, dat loopt wel los hoor. Moet ik eigenlijk nog met water innemen? Dokter, geen tijd voor. Ik moet gaan hoor, want anders komen we nog te laat bij mevrouw Donker. Dag hoor, dag. Ik zou willen douchen. Wat zegt u? Ik zou willen douchen. Nee, ik weet het niet. Wat zegt u nu eigenlijk? Hoe is het nou alweer tijd? Ik moet nu. Kijk eens, het is allemaal bij. Ik wil nog graag douchen. Ik moet nog douchen. Maar ik kan toch niet aanzuigen en douchen? Het is het een of het ander. En ik moet u eerst even zuigen. Want als u eerst gaat douchen, dan wordt u weer vuil van het opwarmstof als u gaat leggen zuigen. En zo komt er niks van douchen. Vooruit dan maar, hè? Komt er maar uit dan. Dat kan niet. Daarvoor heb ik thuiszorg. Ik moet getild worden. Nee, meneer Bezemer, zo zijn we niet getrouwd, hè? Jawel, wij hebben op de zorg geleerd dat mensen boven de 90 kilo mogen wij niet tellen. Dat hebben wij geleerd op de zorg. Maar ik ben afgevallen, hoor. Oh ja? Ja, 10 kilo. Probeert u maar. Ik moet getild. Meneer Bezemer, u ruikt ook niet meer van vandaag, hè? Omdat ik in 7 weken niet gedoucht ben. Kom maar eens hier. Ik krijg u er niet meer af voor, meneer Bezen. Maar u bent helemaal niks meer afgevallen. Ik ben wel afgevallen. Niks afgevallen. Laat het nog een keer proberen. Nu moet ik weg hier. Mijn tijd is om. Ik heb hem op 21 minuten. 21 minuten. Dan loop ik nog even klamvochtig door de keuken. Dan ben ik weg, hè? Meneer Bezen. Ja, tot volgende week, hè? Ja. Dag hoor, meneer Bezen. Dag. Privé thuiszorg, hè? Moet ik allemaal van mijn AOW betalen. Ik doe het graag hoor. Dat vallen vind ik wel lekker, hè? Dat je eventjes loszweeft van je bed. Heerlijk. Daarom, ik ga niet afvallen. Zolang ik nog kan vallen, hoef ik niet te douchen. Ik kan natuurlijk niet aanzuigen, aan douchen en de keuken schoonmaken tegelijk. Ik moet nog de pillen nemen van dokter Vogelaar. Tegen de werkdruk natuurlijk. Zo, even een glaasje erbij, een beetje water, hè? Anders slikt het zo dat toch. Maar we gaan dan bloedneus ook toch met dat kastje tegen me. Oh, aardig. Ik ga even iets. Zo loopt de werkdruk toch nog op, hè? 21 minuten, dat is toch niks? Voor aanzuigen, aanwassen, aanschoonmaken. En dan zit nog die broek, ze had helemaal pas gekocht. Kom ik volgende week, zet die broek. Oh, ik moet mijn watje verloren. Moet zo maar even gaan. Ik ga het wel, want ik. Mijn pillen nou. Je zou er helemaal gek voor worden. Ik ben wel gekapt hoor. Dag hoor. En dat was Van de Wijk op tv. Oh. Dat ging over de vrije radialen. Jo.
En die zwerven dus door je lichaam, die vreten je cellen aan. Oh, en dat is na ouder worden. Ja, nou, ik vind het niks. Ik ken er niet tegen ook, maar je doet er niks aan. Je doet er niks aan, nee. Dat is bij de EO. Ja, oh, vreselijk. Hier, mijn zuster, die zit op de sportschool, die doet taboe of wat dan ook. Nou, dat helpt ook niks. Aerobics of zo. Ja, zoiets. Ja, ja. Nee, je houdt het niet tegen. Je houdt het niet tegen. Ja, dat is je hebt dan antioxidanten. Ja. Dat zijn pillen, die kan je zo bij de drogist krijgen. En die remmen dan de zaak een beetje. Antiroespillen zeker. Ja, zoiets. Ja, nee. Je doet er niks aan. Je doet er niks aan doen. He? Je zit op dat pad door. En je gaat gewoon door. Het is gewoon, over 10 jaar zeggen ze, is er een pil dat je eeuwig kan leven. Maar, ja, daar heb ik nou wat aan. Daar hebben wij niks meer aan. Nee, daar hebben we niks aan en dat geloof ik ook niet. Nou. Ach, dat kan toch niet? Nou, daar zijn wij toch niet voor gemaakt. In de toekomst. Je doet er niks aan, je kunt het maar beter het gewoon elke accepteren. Elke seconde gaat er wat af. Oh, ik vind het ook zo'n rot idee.